Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met één gast in deze aflevering. En dat is Peter Elfrink. Hij is de fractieleider van ProTiel, nu een maand of vier actief in die Tielse politiek, in die Tielse arena, laten we het zomaar omschrijven. Maar daarvoor eigenlijk al jarenlang bij ProTiel betrokken. Ja, met in meer of mindere mate zo in de loop van de tijd. Mijn meeste betrokkenheid lag natuurlijk in het begin van 2001 tot 2006. Daarna ben ik eruit geweest omdat ik ook ziek ben geweest. En bij de discussie eind vorig jaar over gaan we nog door of gaan we niet door, uiteindelijk besloten van oké, we gaan door, want we leggen de bal even bij de kiezer neer. En als wij geen raadszetel krijgen, dan waren we er niet geweest, dan hadden we onszelf op kunnen heffen. Maar dat is niet gebeurd. Die kiezer Precies. Die heeft gesproken, één zetel voor ProTiel en ja. Die neem jij in en dat doe je met verve. Hoe bevalt het? Ik heb het goed naar de zin. Ja, ik vind het leuk om te doen, want het is voor mij de eerste keer dat ik in de raad zit, terwijl ik mijn hele leven politiek actief ben geweest, maar nooit in de raad. Voor mij was het ook wel even spannend van ben ik daar nu geschikt voor het debat en zo. Nou, dat heb ik een beetje kunnen oefenen in de verkiezingsstrijd en de verkiezingsdebatten. Als je daarop terugkijkt, op die verkiezingsstrijd, debatten, ja. Hoe is jou dat bevallen? Ik vond het leuk om te doen, ook om zeg maar mijn medelijsttrekkers wat te leren kennen, hun debatstijlen en datgene wat ze te melden hebben. Wat is jou nou als nieuweling opgevallen? Wat mij in het eerste debat in het Lingen College heel sterk opviel is dat we hadden een demissionair college, maar ik had geen idee dat er nog een college was. Er was echt tweespalt, zeg ik. Met name PvdA en VVD, die D66 en in mindere mate het CDA zeg maar, afvielen in de verkiezingsstrijd. Ook als het over vragen ging die in het verleden lagen. Dus jij dat viel mij wel op. Je voelde toen al aankomen van, hey, die gaan straks niet meer meedoen. Nee, dat is dat sowieso. Anderen waren er wat stelliger in. Ik had het idee... Had bij mij post gevat op de avond van de verkiezingsuitslag. Ik denk, ik ga het eens even proberen. Dus toen heb ik de partijleider van de PvdA een hand gegeven. Gefeliciteerd met deelname aan het college. Maar die hield nog, zich nog op de vlakte. Ik denk, nou daar word ik niet wijzer van. Want Ben Brink is natuurlijk een slimme man, hè? Ik heb Camille. Dat is ook een nieuwkomer. Dat is ook een nieuwkomer. Maar na de... openbare gesprekken zeg maar over het begin van de coalitievorming, toen was het mij wel duidelijk aan het eind van drie dagen. Ik heb ze allemaal gevolgd en je kon in de sfeer in de gesprekken kon je zien hoe de hazen liepen. Nou, dat is ook gebleken. Ja. De coalitie die zit er nu, koud twee, drie dagen bezig, dat coalitieakkoord dat ligt er. Vertel. Nou. Ik wil toch wel eerst met een actualiteit beginnen. Oh, dat mag. Ja, hier zit een toch wel trotse ProTieler. Ja. Die het voor elkaar heeft gekregen dat de VVD in ieder geval zich zorgen gaat maken over zaken die in het verkiezingsprogramma van ProTiel zijn opgenomen. Maar je gaat het meteen politiek maken? We gaan het meteen politiek maken. Ja, alle vragen over de Japanse duizendknoop daarin. Geen enkele partij die heeft daar iets over geschreven, behalve ProTiel. In ons verkiezingsprogramma, ik zal even citeren... Ja. ProTiel is een beginsel voorstander van het nagaan waar plantsoenen kunnen verwilderen en inheemse soorten te gebruiken bij beplanting. Rigoureus wortel- en takverwijdering van woekerende exoten als vooral de Japanse duizendknoop. Nou, wat is er dan mooier dat een collegepartij dit van ons over heeft genomen. Ik heb hier ook geen exclusiviteit op aangevraagd, dus vooral doen. Ja, waarvan akte dan? Mensen die dat niet weten, de duizendknoop, dat is een vervelend plantje, laten we het zomaar even zeggen. En die moeilijk uit te roeien is. En als je niet oppast, hij gaat er dwars door van alles en nog wat heen. Precies. En met alle gevolgen van die. Ja, ja. Oké, en de VVD heeft daar vragen over gesteld, hoe daarmee om te gaan. Ja. Antwoord daarvan is overigens al gekomen deze week van een ecoloog die wij hebben gesproken. Die zegt vooral niks doen en op het moment dat hij echt schade gaat aanrichten, een professioneel bedrijf inhuren. Ja, dat zal wel moeten, want ik begrijp van die ecoloog dat het wortel zelfs tot 10 meter diep gaat.
En, Klein stukje is al voldoende om weer een nieuwe plant te creëren. Dat is met sommige soorten onkruid is dat ook. Als je daar wat laat zitten, dan groeit het gewoon weer dubbel zo hard. Dus, had GroenLinks hier geen opmerkingen over in hun partijprogramma? De Groene Partij van Tiel, zou ik zeggen. Ja. Nou, dat is de Groene Partij, maar ook de Milieupartij. Maar dit is dan zo'n klein iets wat dan naar voren komt. En dat heeft ook te maken met de manier waarop wij ons verkiezingsprogramma hebben samengesteld. Door vogels van hele verschillende pluimage, van wat houd je nou bezig? Waar heb je nou slapeloze nachten van? En toen kwam dit ook naar voren. En dit is ook landelijk is dit een probleem aan het worden. In dijken met name. Oftewel, ProTiel is blij met de VVD. Ja, we zijn op dit moment, wat dit punt betreft, even blij met de VVD. Vervolgens, dat coalitieakkoord. Ja. Ja, daar hebben wij het een en ander van gevonden. Wij hebben een terugblik gegeven eerst over zeg maar, het hele formatieproces. En de veelbelovendheid dat het in de openbaarheid ging gebeuren. En na die drie dagen ging de kluis dicht. Het was wel heel tekenend, want we zaten in een ruimte waar twee grote kluisdeuren zaten. Dus die kluisdeuren gingen dicht en daarna heeft zich alles in beslotenheid afgespeeld. Maar er is meer openbaarheid geweest als ooit tevoren. Ja, maar ik had, ik had gehoopt dat ze ProTiel van 2002 zouden overtreffen. Wij zijn toen ook in de raadzaal begonnen. En successievelijk is dat ook zeg maar, wat meer uit de raadzaal, meer uit de openbaarheid getrokken. Mm-hmm. En wij hadden gehoopt dat ze ons zouden overtreffen. Maar het is op zich toch wel logisch. Hè? Ik bedoel, je praat over mensen, je praat over centjes. Dat is dan niet altijd even slim om dat in de openbaarheid te doen. Of hoe had jij dat gedaan dan als partij? Nou, ik zou in ieder geval gezegd hebben van. Want we wisten eigenlijk al wie de wethouders. Ik bedoel, het was gewoon een publiek geheim dat Marcel Meerders een wethouder voor de VVD was. Ben Brink voor de Partij van de Arbeid. We wisten van de ambitie van Carla Kreuk. En alleen de vierde wethouder. Ja. Daar hadden we wel ideeën van. Hebben we ook uitgesproken naar de verkiezingen, naar de verkiezingen. Precies. Dus. Maar stel nou eens voor, dat ProTiel, we draaien het hele verhaal even om. Ja. ProTiel had in het college gezeten en jullie waren gekomen met een kandidaat uit jullie partij. Ja. En die andere partijen hadden dat totaal niet zien zitten. Ja. Dan is die man getekend voor het leven. Nou, dat hoeft niet, want we hebben een raadsagenda voorgesteld, een raadscoalitie-raadsagenda, waarin we zijn zelfs verder gegaan. We hebben toen gezegd van iedere partij die levert een kandidaat-wethouder aan en vanuit iedere partij één iemand en die gaat in de commissie zitten en daar komt een voordracht komt eruit. En het is geen burgemeestersbenoeming, hè? Dus in die zin is het. Ligt het wat anders. Want de wethouderskandidaten nu, die hebben van tevoren bekendbaar gemaakt. Dus het lag al op straat. Dus die worden niet beschadigd. Daarin is onze opvatting. Oké. Die raadsagenda, hè? Wonderlijk hoe dat verloopt. Ja. Jij bent daar een warm voorstander van geweest tot nu toe, altijd. Ja. Ja. Het ziet er nou uit dat hij niet gaat komen. Ik zit natuurlijk aan de zijlijn zelf. Persoonlijk heb ik ook over nagedacht om dit nou eens te vertellen. Maar het is gewoon een vraag. Ja. Je hebt toch helemaal verder niemand nodig om die raadsagenda op de agenda te krijgen. Ik bedoel, als ProTiel alle partijen in de oppositie bij elkaar trekt. Ja. En dat er een gezamenlijke lijst komt van punten die jullie de komende 4 jaar gerealiseerd willen worden. En je brengt dat vervolgens in als motie in de raadsvergadering. Dan ben je er toch? Ja, en. Maar waarom hebben jullie dat nu nog niet gedaan? Nee, dan want neem je de leidingen vaak. Nee, maar de perspectievennota. Die moet nog komen, dus dat is 27 juni in de raad. Maar ik hoop dat je goed hebt gezien dat de oppositie de handen ineen heeft geslagen. Mm-hmm. Met ruimte laten voor partijspecifieke punten. Dus als het straks over moties, amendementen en dat soort dingen gaat. Dan is de raad van 27 juni is het moment. Want daar worden zeg maar, de eerste zaken geregeld voor de begroting. Alhoewel, maar gaat er dan een motie van ProTiel komen om die raadsagenda's nog aan op de kaart te krijgen? Nou, op dit moment ligt de bal nog bij het college. Want er is een onderzoek geweest van de burgemeester en de griffier. En wat is daaruit gekomen tot nu dat toe? Dat weten we niet.
Dat moet nog komen. Dat moet nog komen. Ik bedoel, alle fracties zijn bezocht. Dus dat de oppositie voor een raadsagenda is en dan breed gedragen en dan geen discussie over politieke of niet-politieke punten. Wij zitten hier om politiek te bedrijven vanuit verschillende visies op de samenleving. Dus het zijn altijd politieke standpunten, hoe je het wendt of keert. Want niet-politieke standpunten zitten niet in het hart van het politieke bedrijf. Nee. Ja, en daar ga ik niet veel tijd aan besteden. Dat kan ik ook op andere manieren doen. Klopt. Ja. Goed, dat coalitieakkoord. Als je er naar kijkt, zeg je fantastisch, chapeau. Nou, we hebben woorden als drijfzand hebben gebruikt. Daarna kwam de voortgangsrapportage eruit, de meisjes. Waarom drijfzand? Waarom die tekst? Nou, omdat de dekking niet goed was. In het coalitieakkoord wordt gezegd, we hebben nog geen rekening gehouden met rentelasten en dat soort zaken. Nou, als je dan weet dat er tussen de 90 en 100 miljoen aan financieringsbedragen liggen waar rente over betaald moet worden met renteconversies. Ja, hoe kun je het dan in je hoofd halen om geen rente meer te gaan rekenen in het geheel? Dan bouw je dus iets om iets sluitend te krijgen, terwijl het drijfzand is. Dat weet je van tevoren. Maar goed, daar is geen geld. Zo simpel is het. Nou, sterker nog, we komen tekort. Ja, we komen tekort. Dat is een stukje natuurlijk uit het verleden. Ja. Nou, maar als we nou eens kijken naar de data. Hè. 5 juni is het tijdpad. Ja, tijdpad. Hè. Dus we hebben 30 mei is die openbaar geworden. 5 juni hebben we de presentatie gehad en de discussie over het coalitieakkoord. Nou, wat er eigenlijk zou kunnen zeggen, je kon hem gelijk bij het grof vuil zetten na openbaarmaking van ook van de voortgangsrapportage en van de meicirculaire en de perspectiefnota. Maar de meicirculaire. En voor mensen die dat niet weten, lastige taal. Voortgangsrapportage, wat is dat precies? Dat is zeg maar de stand van zaken over januari, februari en maart 2018. Van de financiën. Van de financiën. Van hoe staan we er nu voor? Nou, dat was. Dat kwam uit zeg maar van ruim 4 ton in de plus naar een half miljoen in de min. Dus dat betekent dat er een verschil van 9 ton zit ertussen. Maar even terug naar het coalitieakkoord. Ja. Wethouder Carla Kreuk die zei bij de presentatie van het akkoord dat rekening is gehouden met de actuele bijgestelde financiële situatie en dat er een sluitend meerjarenperspectief oplevert. Bedoelde ze daar ook al de meicirculaire bij? Nee, want de meicirculaire laat ik buiten, want die was er net, maar die kon je niet meer doen. Die voortgangsrapportage, daar is natuurlijk op 1 april mee begonnen in het ambtelijk apparaat. Maar in datzelfde gesprek in de raad zei de wethouder Marcel Melissen, die vertelde later dat de voortgangsrapportage en de meicirculaire niet in het akkoord zijn meegenomen. Nou, van de meicirculaire snap ik dat, maar van de voortgangsrapportage niet. Want inmiddels zijn we ruim twee maanden verder. April, mei, begin juni. Ja, goed. Ik wil het niet zeg maar voor die mensen dan opnemen, maar ze zaten er natuurlijk net. Ja, maar ik ben er nog niet. Okay. 17 april heeft de burgemeester in het presidium gezegd dat er ook nog een hoop controversiële punten waren. Onder andere is toen het Lingencollege van de agenda gehaald. De raadsagenda is toen van de agenda van de raad afgehaald. Maar er waren meer punten, onder andere de voortgangsrapportage. Dus, die stond toen al op de agenda? Nee, die stond niet op de agenda, maar die is nooit in de raad gekomen. Maar die was natuurlijk al lang uit. Toen was het dus al bekend? Het oude college heeft weet gehad van hoe de voortgangsrapportage erbij stond. Dus inclusief, en dat is dan de speculatie die ik heb. De twee wethouders van PvdA en VVD waren op de hoogte van de stand van zaken in de voortgangsrapportage. Is PvdB dan gepiepeld, zeg je het zo? Als ik wethouder zou zijn van de PvdB, dan zou ik me akelig in het pak genaaid voelen. Want je presenteert namelijk een coalitieakkoord en 3 dagen later kun je hem bijna herroepen. Maar goed, het kan ook onervarenheid zijn, want als ik dan aan zou treden, zou ik zeggen van ik ga voor de kast staan en samen met de beoogde wethouders van de coalitiepartijen, dan trekken de kast los en dan gaan we eens kijken van wat zit er nou allemaal in. Nou,
Mogelijk is dat niet gebeurd. Ik ga ervan uit dat, dat wethouder Kreuk het gewoon het goed zegt van actueel. Maar als actueel dan betekent dat ze geen rekening hebben gehouden met de voortgangsrapportage, omdat ze er geen weet van heeft. Want dan zou ze iets anders vertellen dan de werkelijkheid. Daar ga ik voorlopig niet van uit. Ik denk dat beiden namelijk gelijk hebben. Marcel... Ja, het is ook wel de wisseling van de wachten. Marcel Melis is een nieuwe wethouder in de zin dat maar die had natuurlijk voorkennis. Portefeuille van financiën. Ja. Ja, kun je dat zo stellen? Ja, die heeft voorkennis. Want die zat in het demissionaire college waarin... waar het ambtelijk apparaat de voortgangsrapportage heeft opgeleverd. Nou, dat is niet, het is als niet jij zo. Dat zo stelt, hè? Ja. Waarom komt er dan geen motie van wantrouwen? Want dat is het. Nou, nee, er hoeft geen motie van wantrouwen te komen. Want waarom zou een motie... Ik heb tegen de... bij de presentatie van het coalitieakkoord heb ik al gezegd van als je zulke vrienden in het college hebt, heb je geen vijanden in de raad meer nodig als, of oppositievijanden. Dus we hebben het toen al gemeld, zonder dat we dit nog wisten. Maar dit is gewoon een reconstructie van, ja, het is niet zo dat 5 juni het gesprek in de raad is over het coalitieakkoord. En dat dan in één keer de voortgangsrapportage bekend is. Want Melissen zei ook, van we gaan morgen, en dat was dus 6 juni, gaan wij in het nieuwe college de voortgangsrapportage bespreken. En toen was ook, begrijp ik, Carla en Frank Groen redelijk verrast. Tenminste, uit de lichaamstaal haalde ik dat eruit. En moesten ze in één keer andere dingen gaan doen. Maar nou, dat ding was natuurlijk al lang klaar. Ja, we zullen nooit weten hoe het precies allemaal gelopen is. Speculeren geblazen, jouw kijk erop is helder. Misschien nodig deze kijk de huidige collegeleden ertoe om hun licht daarover te laten schijnen. Nou, volgende week hebben we Marcel Melis hier in het programma. Okay. Wellicht dat hij daar nog verder op in kan gaan. Ja. Goed. Die mijncirculaire, dat is zeg maar weer een tussenbalans, hè, ja, van hoe de gemeente hoeveel geld men gaat krijgen. Ja, dat ziet er ook niet positief uit. Nee. Bijna een half miljard wordt er bezuinigd door het Rijk, ja, naar de gemeentes toe. Ik geloof iets van 450 of 460 miljoen. Ja. Of het een bezuiniging is, weet ik niet, maar het is in ieder geval 430 miljoen minder dan waarop gerekend is. Eigenlijk is het geen bezuiniging. Het heeft te maken met het feit dat de lonen en de kosten minder gestegen zijn. Dus na vanand blijft het bedrag hetzelfde. Ja. Maar dat is dus een minder hoog dan waarop gerekend was. Precies. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat is dan niet... En hoeveel dat het dan voor Tiel is? Ja, is dat nou 5 ton of 6 ton of 7 ton? Ja. Of, dat is nog niet bekend. Maar meer gaat het in ieder geval niet worden. Nee, tenzij, want dat hebben we ook in ons commentaar meegenomen. Op het moment dat in de septembercirculaire het allemaal mee gaat vallen, betekent dat heel Nederland, en met name de werknemers in Nederland, erg blij zijn. Want die hebben er namelijk heel veel in het loonzakje bij gekregen. Maar dat vind ik vind het een beetje rare systematiek. Ik snap de systematiek van samen trap op en trap af. Alleen, ik vind het net een Escherbeeld. Je blijft je trap oplopen en zo, maar je komt altijd lager uit dan je verwacht had. Want als het crisis is, wat er bezuinigt, ga je mee trap af. Ja. En nu het economisch beter gaat, we geven 1,4 miljard weg aan dividendbelasting aan multinationals, geven weg. En dan blijven de prijsontwikkeling en de loonontwikkeling helaas voor werknemers achter. En dan gaan we nog een keer naar beneden. Ik vind dat een rare systematiek. De mensen die het nodig hebben, die krijgen het minder. Ik denk dat we vaker trap afgaan dan trap op. Ja, maar goed, dat is een hele... Ja, maar daar hebben we wel mee te maken. Ja, zeker. Niet alleen wij, maar ik bedoel, ook het college heeft daar mee te maken. Ook alweer alarmbellen die aangaan buiten de klok van de Sint-Maartenskerk die we op het ogenblik horen. Ja. Is natuurlijk die GGD Gelderland-Zuid. Die lopen ook alweer aan tegen tekorten. Ja. Wordt ook weer een pijnlijk verhaal. Ja. Daar moet ook weer geld bij. En we hebben eigenlijk geen geld meer. Nee, dus daar zullen keuzes gemaakt worden. Het college moet zich nu gaan buigen over de vraag... wat gaan we bezuinigen en hoeveel gaan we bezuinigen? Moeten we zaken omhoog doen? Dat krijgen we in november, krijgen we dat allemaal natuurlijk in de raad. Bijvoorbeeld een OZB die omhoog gaat, bezuinigingen op bepaalde items. Ja. Hoe ziet ProTiel dat?
Nou, wij wachten het even af, want een van de vragen die wij ook gesteld hebben door een van mijn mede-oppositieleden van GroenLinks, Unal Seuze, van wij willen graag weten welk dossier er achter de coalitieonderhandelingen heeft gelegen. Want wij kennen alleen de stukken die dan komen, maar we kennen de diepere achtergrond kennen we niet. We hebben dan wel de voortgangsrapportage. Maar er komt ook nog een jaarrekening aan die ook nog effect gaat hebben, want daar weten we nu al van, dat daar waarschijnlijk een tekort uit gaat komen. En wat er tot nu toe is gebeurd in het coalitieakkoord, en dat was ook een beetje dat drijfzand, je trekt voor een deel, trek je namelijk je reserves leeg. En dat doe je maar eenmalig. Je moet natuurlijk wat. Je moet wat en zo, maar... Nood is aan de man. Wat nu, ja, maar... Dat deden ze al in het coalitieakkoord zonder dat er sprake was van de voortgangsrapportage. Maar nu de voortgangsrapportage is dat niet meer vol te houden, want dat kun je maar eenmalig doen. Dat is de essentie van de reserve. Ik bedoel, hij vult zich niet vanzelf aan. Dat zou wel mooi zijn als kwelwater de reserves van onderaf aangevuld werden. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar er was nog een partij in de coalitie die riep tijdens de verkiezingen, er is geld zat. Ja. Hoe kun je dat nou verkopen nu we 3-4 maanden later zitten? Ja. Nee, maar dat zal ook het beeld zijn geweest dat er. Want in de begroting was ook 4 ton plus voorspeld. Dat was natuurlijk al een hele dunne marge. Nou, dat is een. Dat is ook een opmerking die ik heb gemaakt in de raad over scherp aan de wind zeilen. Als je scherp aan de wind zeilt, dat kan. Want dan kun je meters maken. Maar je moet dan wel zo goed goede stuurman zijn dat je niet bij de eerste onverwachte zucht wind kantelt. Want dan is de boel verleiden in last. En dat is wat een beetje gebeurd is. Hè. Het vorige college heeft denk ik scherp aan de wind gezeild. Ze hebben bezuinigd, ze hebben nieuw beleid ingezet. En op de uitkomst daarvan is het coalitieakkoord gebaseerd. En daar is ook 1 miljoen voor het sociaal domein ingeruimd. Nou, chapeau daarvoor. Dat moet ook wel, want dat hebben wij ook gezegd in de gesprekken toen met de Partij van de Burgers. Dit is een wettelijke verplichting, dat moet je gewoon doen. Alleen aan de andere kant, en dat is ook een beetje een stuk van, als je dat doet... En je boekt het voor 4 jaar in, want dat is gebeurd. Moet je je ook gaan afvragen met elkaar van dit kunnen we niet vol blijven houden. Dus wij moeten aan de voorkant van het hele systeem wat gebouwd gaan kijken of daar nog winst te halen is. Want als we die miljoen met een half miljoen of met een paar ton omlaag kunnen brengen, zijn we natuurlijk weer spekkoper. Dan komt er ruimte in het geheel. Uiteindelijk moeten we het met elkaar doen, hè? Die stad besturen. Daar bedoel ik mee de commissie en de raadsleden. Maar de hegemonie op dit moment is ver te zoeken. Er is een bepaald sentiment en die is negatief. Nou, ik vind hem niet zozeer negatief. Ik vind dat je mekaars nieren moet proeven. Ik had gehoopt, want ik heb een aantal raadsvergaderingen meegemaakt. En echt debat... vind ik nog niet, is het nog niet gevoerd. Maar dat heeft te maken met het feit dat het over knikkers gaat. En daar kun je vragen en antwoorden. Dus het gaat over het coalitieakkoord. Daar hebben we vraag en antwoord. Terwijl ik in de inleiding een aantal stellingen heb gedaan over openbaarheid. Die gaan niet over knikkers, maar die gaan over de paraplu die er overheen legt. Waar gaan we naartoe met die? Waar gaan we naartoe? Gooi hem er eens in. Ja. Wat wil Peter Elfrink van ProTiel? Nou, een van de dingen waar we naartoe gaan is natuurlijk het sociaal domein. Daar hebben we te maken met datgene wat we van het Rijk hebben gekregen. Ja, en tot 2020 komt er geen euro bij, sowieso niet. Nee, dus dat hopelijk wel, maar je ziet gewoon allemaal enveloppengelden. Dat is ook weer zo'n term, daar moet je even aan wennen. Je ziet dan ook dat je in Rivierenland woont met laaggeletterdheid. Ja. Met lager opgeleide mensen dus. En met een bruto nationaal product wat onder het nationale verhaal ligt. Ja. Daar komt dat pijnlijk bloot te liggen. Ja, dus daarin zou geïnvesteerd moeten worden. Ja, dat, maar dat dan zal... heb je ook weer te maken natuurlijk met die als regiostad, als regioplaats en die omliggende plaatsen. Ja. Bijvoorbeeld Buren doet niet mee aan het gezamenlijke verhaal rondom de bibliotheek. Ja. Wij als Tiel faciliteren wel heel veel zaken. Ja. En die plaatsen rondom ons heen, met alle respect, maken daar dankbaar gebruik van. Ja. Maar de Pecunia komt niet of nauwelijks terug. Dat is zeg maar de last die je als regiogemeente hebt. Moet je dat ook gaan herzien dan?
Nou, er komt een grotere gemeente straks terug, hè, met Geldermalsen. Ja, die zeggen bijvoorbeeld over de Havrie van nou, daar stoppen we mee, dat gaan we zelf doen. Ja, nou daar zijn ze klaar mee, want dan krijgen ze de rekening voor het uittreden en ze moeten zelf maar zien of ze voldoende massa hebben om het goed te gaan doen. Ik geloof daar niet in, want ik bedoel, die regelingen zitten zo in elkaar dat degene die uittreedt natuurlijk wel de last meeneemt. De oppositie in Tiel, daar zitten twee partijen in die jarenlang geregeerd hebben in de stad. Ja. Met een ProTiel daarbij en ook een GroenLinks. Ja. Moet zich dat nog settelen, zeg maar? Of is het echt wel een eenheid om gezamenlijk op te trekken? Of kun je nog merken dat er haantjesgedrag is? Ik bijvoorbeeld Una Seuze die nadrukkelijk op de deur klopt. En dat volgens mij ook goed doet als oppositiepartij. Ja. Dat doet Ton Zuidema natuurlijk ook van D66. Ja. Wie is nou die fractie of die oppositieleider? Ik kan me nog herinneren, toen was net bij de eerste vergadering dat Ton Zuidema meteen al riep van nou, ik als oppositieleider roep het een en ander. Hoe zie jij dat? Nou, we werken samen al vanaf het begin. En dat is een samenwerking die is gebaseerd op de kennis en deskundigheid die bij de verschillende mensen is. Unal, ik weet dat bij Unal en GroenLinks zeg maar, het hele milieuaspect goed is belegd. Dus daar kan ik me bij aansluiten. Dan hoef ik daar zelf niet echt diep in te duiken. Ik ben financieel redelijk geschoold, dus daar kan ik op induiken. En zo doen we dat ook, maar blijf staan dat je we allemaal... CDA en D66. Ja, maar die gaan er ook in mee, want die allemaal hebben ook zo onze specialiteiten. En we hebben gezegd... Wat zijn dan de specialiteiten van die twee clubjes? Nou, CDA zit natuurlijk vanuit haar christelijke levensvisie is het meest uitgesproken geweest over Tiel en de buitengebieden en dat sociaal domein natuurlijk. En sociaal domein, maar dat hebben we bijna daar allemaal. Sterk in. Ja, is ook, en dat geldt ook voor de ChristenUnie. D66 heeft zich altijd geprofileerd en dat zijn ze ook. Onderwijspartij, maar ik denk dat over sociaal domein dat daar 9 partijen in de raad zitten. Dus ook de coalitiepartijen die dat allemaal prima vinden. Over één partij hebben we het nog niet gehad. Het was Krachtig Tiel, de nieuwkomer. Krachtig Tiel. Heeft hij voor jou al een positieve bijdrage geleverd? Ja, want die doen ook mee. Ik vond het wel leuk zoals... Waar blijkt dat uit? Nou, zoals Teus zeg maar, het coalitieakkoord besprak. Hebben we later wat feedback, dat is dan onervarenheid. Je hebt eigenlijk alles al weggegeven wat nog bij de perspectievennota aan de orde moet komen. En daar moet je de discussie doen. Maar in ieder geval, je ziet ook aan zijn bijdrage, hij weet waar hij over praat. Hij heeft goede mensen achter zich, dus dat is ook uitstekend. En we hebben niet één leider. Soms kan dat Ton zijn, soms kan ik dat zijn, soms is dat een ander. Ik bedoel, we hebben één koning in de oppositie zitten. Eén koning in de oppositie? Ja. Geen koning? Jawel, we hebben één koning in de oppositie. Je bedoelt de Martin Koning van de ChristenUnie. Ja, goeie grap. Ja. Hey, we kunnen nog uren kletsen. Ja. Dat gaan we niet doen. Bij deze ronden we af. Maar ik wil je wel binnenkort nog eens een keer uitnodigen om te kijken hoe het er allemaal aan toe gaat in de komende maanden. Ja. Nou, het mooiste is natuurlijk als je ergens in september, wanneer die septembercirculaire en zo, want dan gaat het om het echt hier. Want dan kun je de cijfers op maken. Precies, want daar ben ik wel benieuwd naar, want de jaarrekening zal veel licht laten schijnen op datgene wat ons allemaal te wachten staat. En we doen het met z'n allen voor Tiel. Precies. Als we dat nou voor ogen houden, dat is geen verschil. Komen een eind. Ja. Hey, ten slotte, wil je nog iets toevoegen aan het gesprek? Nee, ik vind prima zo. Licht even laten schijnen, zo links en rechts over wat zaken. En dat was helder. Hey, mag ik je danken? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.